3 minutes, nummer, moet ik even kijken, 1524 is het denk ik, met een uitzending van vandaag, 16 januari 2019. Dat is het bulletin van woensdag. Ja, nou heb ik dus hetzelfde ongeluk als dat ik gisteren had. Ik ben veel te laat met de uitzending. Ik keek op de klok en ik denk van nou, ik heb nog een uur, dus ik ga beginnen. Edoch, ik ben dus opnieuw in slaap gevallen. Dat is een beetje lullig. Ik denk dat dat komt omdat ik tot eind vorige week ziek ben geweest en toch wat in te halen heb. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik was in ieder geval danig in de war met de klok toen ik wakker werd. Want ik dacht dat ik dus nog een uur had. Dat heb ik niet. Ik wil niet nogmaals de uitzending van gisteren herhalen, omdat ik die gisteren al van eergisteren herhaald heb. Wat ik ga doen, dat is de uitzending van een jaar geleden herhalen. Dat was nog op PI2NOS. Er zit geen data bij. Ik heb helaas geen tijd ook nog om data erbij te maken. Het is allemaal heel krapjes. Het is 6:50 nu. De uitzending van 16, die was echt niet geschikt om uit te zenden. Omdat, wat was daar nou? Er was in ieder geval iets waardoor die erg lang was. Met veel Engels en ook veel zaken die eigenlijk nu niet meer zo actueel zijn. Dus in plaats daarvan doe ik de uitzending van de 17e. Dat was ook een woensdag. En daar zit een gedeelte Engels in, Plain Tales van de Airline Pilot Guy Show. En een deel van geheime elektronica. Ja, het is niet anders. Het is dit of niets. Ik hoop dat het morgen wel goed gaat, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ik heb de laatste dag alweer erg hard moeten werken trouwens. Daar zet ik toch even de rem op de komende dagen. Want dat is natuurlijk ook al mede de oorzaak van. Ik kan het nu goed doen, want ik voel me deze week echt geweldig. Voor het eerst sinds begin november. Maar ja, goed. Ik denk dat ik morgen alweer een uitzending heb die nieuw is. Ahum. Nou, hier is de uitzending van 17 januari 2018. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1193, als ik goed tel, met een uitzending voor vandaag 17 januari 2018. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag een wat kortere aflevering. Als ik deze Daily Minutes verder zonder grote versprekingen inspreek, dan red ik het nog op tijd, maar anders dan zie ik het duister in. Dus ik ga mijn best doen. Deel 28 van de serie over geheime elektronica. Die serie heeft een klein beetje in de pauzestand gestaan. Ik zou eigenlijk ingaan in deze aflevering op meer methodes tegen afluisteren, maar het blijkt dat er niet zoveel meer te vertellen is dan wat ik al verteld heb. Als improvisatie ga ik dus nogmaals in op de bevoegdheden van privédetectives en dan met name in de Nederlandse context. Ik zei het al eerder, maar privédetectives zijn vaak mensen die al een carrière achter zich hebben. In Nederland zijn het dikwijls mensen met een achtergrond van politiewerk of oud-militairen. Op zich is zo'n carrière een goede vooropleiding. Veel van de vaardigheden die je als politierechercheur opdoet, zijn ook erg nuttig als privédetective. Om er maar te zwijgen van de contacten die je hebt. In Nederland zijn er momenteel zo'n 500 mensen privédetective. Die hebben om dat werk te mogen doen dus vergunning van de minister nodig. Die 500 mensen werken bij in totaal 400 bedrijven die in deze branche werkzaam zijn. Het werk van deze mensen is zeer gevarieerd. Voor grote klanten wordt bijvoorbeeld gekeken naar verzekeringsclaims, zeker verzekeringsfraude. Bij kleine klanten kan het gaan om het vermoeden van een vreemdgaande partner of dergelijke dingen. Juridisch zou je denken dat zo'n detective alleen in het privaatrecht een rol heeft. Dat wil zeggen rechtszaken die de ene burger tegen de andere aanspant, of het ene bedrijf tegen het ander, of burger tegen bedrijf, etc. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een rol als getuige in een zaak over het verbreken van een concurrentiebeding als het om bedrijven gaat. Privédetectives worden ook ingezet bij het strafrecht. Een voorbeeld daarvan is het volgende. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rechtszaak tegen een werknemer waarvan vermoed wordt dat hij iets gestolen heeft. Een dergelijke diefstal zal bij de politie geen hoge prioriteit hebben. Wanneer echter het bewijs door de privédetective op een presenteerblaadje wordt aangereikt, dan zal men snel geneigd zijn om de zaak op te volgen. Het is bij het gebrek aan mankracht bij de politie een gemakkelijke manier om te scoren. In het volgende deel gaan we nog verder in op de rol van de privédetective en ik wil aansluitend dan ook nog gaan kijken naar de technische middelen die een privédetective daarbij gebruikt. Whilst we are all supposed to be able to speak the phonetic alphabet, regardless of where we grew up, I still miss some of the more exotic words of old. Who wouldn't want to say Ursula, Coco, Eddystone, Francisco, Dado, Hombre, Tripoli, Valencia, Yolanda, and Exquis, or count with
penta, saxo, sette, octo, and nona, all used in the past. As much as those might make you smile, the radio operators of the Second World War came up with their own humorous version, which started as A for horses, B for mutton, C for yourself, and continued with such gems as L for leather, N for lope, O for the wings of a dove, P for relief, T for two, V for España, and wife for mistress. In a similar vein, there are many brevity code words that came into use, probably just to formalize what was common slang amongst pilots. These are now formally defined in a NATO publication, but I can see that some have lasted almost from the earliest days. Perhaps the most famous is angels, a term meaning altitude in thousands of feet. For example, Angels 5 is 5,000 feet. A bogey is an unidentified aircraft and always gives rise to a giggle when someone calls a bogey on your nose, whilst a bandit is an identified enemy aircraft. The US multi-service brevity codes even includes tally for the sighting of a target from the old British list, which included the longer version, tally-ho. Tally-ho is a hunting term which dates back to around 1772 and is derived from the far more ancient phrase tally-hoot, a war cry which literally mean swords up. Sounds nasty. This is, boringly, not an official FAA-endorsed phrase to be found in the pilot controller glossary, as the civvy world prefers traffic in sight. Others might amuse. Blow through doesn't give warning of Captain Al's likely behaviour after a curry, but indicates that an aircraft will continue straight through a merge and not turn with the target, something I was sadly all too familiar with during my days flying the Tornado F3. Feet wet or feet dry is to cross the coast, while posit asks for your position from a landmark. The fox calls vary depending on what weapon is used. Fox 1 is a semi-active radar-guided missile, Fox 2 an infrared-guided missile, and Fox 3 an active radar-guided missile, although in my days, that call was for guns. Out of interest, a Mad Dog is a visual detection of an AIM-120 or 54 launch. A gorilla is a large force of indeterminate numbers and formation, and if one were to engage it, you might well end up in a furball, a call indicating known non-friendly and friendly aircraft are in close proximity to each other. Many are intuitive in that home plate is one's home airfield or ship. Others, many of you will know. Try this one. Bingo. Yep, that's the fuel state needed for recovery, whereas Joker is the fuel state above Bingo, at which a disengagement or bug out should begin. Buster is another old one, which means to fly at maximum continuous speed in military power, whilst Gate demands maximum speed in American afterburner or British reheat. On the other hand, Saunter means to fly at best endurance speed. Some words have even made it into civilian use, since a squawk effectively means the same to both an airline pilot using his ATC transponder and a military pilot with his IFF, Identify Friend or Foe. Another might be Wilco, I will comply. There are literally hundreds. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds.
En microfoon naar retour.